Ja, goedemiddag terug. Bijna 1 uur en ik kreeg dus een heel tof telefoontje dat ik mijn eigen kanaal mag promoten. En ik neem jullie dus ook een beetje mee met hoe eigenlijk zo'n radiostation in elkaar zit. De zomer is het al 50 is aangebroken, we zijn begonnen en wat wel leuk is om even te promoten, hè? Dit is onze Lars. En nou, Lars, vertel eens wat jij allemaal zo'n beetje uitvoert. Ja, wat ik doe, ik zit op de vrijdag van 4 tot 6. Elk mijn programmaatje en zaterdagavond van 6 tot 8. Kijk, okay, ja, wat voor programma is het? Wat voor muziek kunnen we... De vrijdag is meer wel een beetje muziek van nu, maar ook muziek van vroeger. Maar de zaterdagavond zat echt een randje piratenavond, gewoon echt Nederlandstalig alleen maar. Ja, nou, leuk. Dus eigenlijk als je een beetje piratenmuziek nodig hebt, rond die sfeer, dan... Ja, zeker op Meld.fm kan je gewoon de hele zaterdagavond terecht. Dat is gewoon vanaf 6 uur tot 1 uur. Ja. Ik ga nu een nieuwe in starten. Kijk, er komt nu al een nieuwe in. Ja, het is heel leuk om te doen. Dan weet je de techniek. Zo... Nummer 46. Nou, dat was het. Kijk. Zo moeilijk is radio maken. Hey, dankjewel Lars, super joh. Nee, nou, dat weet je een deel ook. Dat is dus Lars, maar we hebben hier nog met iemand. En dit is onze Steven. Goeie. Dag hem. En wat doe jij zoals? Nou ja, ik had het net ook al een beetje verteld via de radio. Het is eigenlijk een beetje, elke zaterdag tussen 6 en 8. Moet de smelden naar 11 tot 30. Nou, dit is dus onze Chris. Hallo. En wat zou we doen? Ja, wat doe jij zoals? Ja, nou laten we het erop houden dat ik eigenlijk een mannetje van alles ben. Ik doe de sport, ik doe techniek bij verschillende programma's. Ik heb op zaterdagavond momenteel een eigen programma wat zich richt op Nederlandstalige muziek. Piratenmuziek. Dus je bent eigenlijk een beetje vliegende kiep, zeg maar. Aan alle markten ben je wel thuis. Van piratenmuziek tot en met sport. Nou, jullie zijn natuurlijk wel een beetje benieuwd en ik heb eigenlijk met een collega wat afgesproken om straks de beelden te demonteren of het aan elkaar te plakken en te doen. Nou, een klein beetje een rondleiding hoe dit allemaal in elkaar zit. Er is toch een liedje aan het draaien. Dit is eigenlijk de pauze room, zeg maar. Dus hier, als je collega's zijn die roken of even een sigaretje moeten doen, dan doen ze dat. Hey, dit is zeker voor je tank. Ja, jongen. Dit is onze... hoor. Leuke vlog. Ik kijk altijd. Kijk, zie je. Hij gaat dus straks met mij ook die video's allemaal eventjes een beetje aan elkaar demonteren en zo. Zorgen dat het één mooi geheel wordt voor de promotie. Naar mij toe en ook de promotie naar Smelde FM toe. Nou, ben je nou artiest of je bent gewoon een songwriter? Dat zoeken wij ook uniek naar trouwens bij Smelde FM. Nou, dat is dan de live ruimte waar natuurlijk ook alle artiesten komen. Nou, in ieder geval, wij gaan het laatste uur straks in. En ik probeer nog wat beelden te maken met de jongens. Maar het demonteren en het in elkaar plakken, daar zit ook nog wel een werk in. Dat mijn collega samen met me gaat doen, zeg maar. Een groot fan is van de week voor jullie. We komen zeker later nog bij je terug. Dat blijft vooral kijken een beetje hoe het hier werkt en zo.